Sneeuw in de Karpaten. Een hoorspel geschreven op Roemeense geluidslocatie door Wim Hazeu. Vreemdeling. Ja, dat kunt u wel zeggen. Waar vandaan? Uit Holland. Nederland. Ja. Ver weg. Hoe ver? Meer dan 2000 kilometer. Met de auto 2 dagen en nachten. Maar daar moet het toch mee zitten, hoor. Over 3 dagen gaat het sneeuwen. Sneeuwen? Het is zo prachtig weer. De bomen botten alweer uit. En dan sneeuwen de Karpaten dicht. Kunt u niet terug? Ik heb geen sneeuwband om. Ja, doet er wat langer over. Komen de beren uit de bergen naar beneden. Zo, naar beneden. Die vallen de kudde schapen aan. Ja, je mag op de beren schieten. Maar ze komen 's nachts. Nee, het was een slechte tijd. Hoe bedoelt u? Toen ik nog in de bergen was. De zomer, maar was het goed. De jaarmarkt was het goed. Oh ja? Ja, alles was goed. 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 Zwinters. Geen onderdak. Slapen in berenhuiden. Drinken om warm te blijven. Wat doet u nou in de winter? Zolang het meer niet dichtgevroren is, zet ik mensen over. Niet zo vaak. De vreemdelingen zijn dan weg. In de zomer is het drukker. Voor een paar lei zet ik ze over. Dat is niet veel. Ze zijn helemaal voor mij. Een hond brood. Een wilde kruik. Dat is voldoende. En in de winter? Ik woon op het eiland. Bij het klooster. Help ik de nonnen. Hout hakken. De kapel verwarmen. De geiten verzorgen. Voor een ontbrood. Gevulde kruik. Soms een bord pap. Slaapplaats. Familie? Nee? Hebt u familie? In de Karpaten. Broers en zusters. Over 3 dagen raken ze ingesneeuwd. Nee, ik heb geen heimwee. Zo is het goed. U bent gelukkig, hè? Ik denk na. Hier kan ik nadenken. Waarover? De boot moet gerepareerd worden. Ik weet er op de plekken te zitten. Nou ja, deze winter moet het gebeuren. Nou, dan hebt u er de tijd voor, hè? Op de boot ben ik niemand. Dan verdrink ik. Hoe ver is het? Hé? Hoe lang duurt de overtocht? Meer dan 2000 slagen. De nonnen waren graag mee. Niet vaak, maar graag. Naar het land. Hebben ze wat anders te zien. Komen ze zo tussen andere mensen. En wie gaan er naar het eiland toe? De nonnen. Als ze terugkomen met hun inkopen. En dan natuurlijk de dokter. En vreemdelingen. Zoals u. Nou, dan leven de nonnen toch niet zo geïsoleerd. De mensen komen tussen de nonnen. Dat is wat anders. Alsjeblieft. Dank. Oh, en voor ik het vergeet, wanneer kan ik mee terug? Als ik er ben, kan u meevaren. Tot zonsondergang roei ik, meneer. Goedemiddag, zuster. En u komt ons eiland bezoeken? Ja. Er is heel wat te zien. We weven hier kleden, we houden geiten en kippen, we hebben een kapel en een klein museum met iconen. Zo, dat is me nogal wat. Nou, zoveel is het ook weer niet, alles in het klein. Bent u dokter?
Hoe komt u daar ineens zo op? Och, mensenkennis misschien. De manier waarop u kijkt. Merkwaardig. Ik bedoel dat u dat zo snel kunt zien. Ik ben zuster Theresia. Nogmaals, welkom op ons eiland. Ik ben Marcus... Marcus? Wat een mooie naam. Marcus schreef zo boeiend over de genezing van een doofstommende door de lieve heer in Sidon. Daar hebben de andere evangelisten niet over geschreven. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ons lieve heer nam de doofstomme terzijde buiten de scharen. En weinig mensen hebben het dus kunnen zien, maar Marcus wist ervan. Onze lieve heer stak zijn vingers in de oren van de doofstomme, spuwde, raakte zijn tong aan en hij zag op naar de hemel en zuchtte en zei tot de zieke, Effata. Dat betekent, wordt geopend. En dan komen die mooie regels en zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed. Mooi verhaal. Zeker, Marcus, zeker. Je zou aan hem moeten leven. Effata. Het leven van mensen openen, weer inhoud geven aan hun leven. Ja, dokters kunnen dat heel goed natuurlijk. We hebben hier een piepklein ziekenzaaltje. Eens per week komt onze dokter uit Boekarest. Maar erge zieken hebben we nooit. En dit kerkhofje dan? Hier liggen onze zusters in de Heer. Oude zusters. Zuster Maria. Ingeslapen toen zij 21 was. In het jaar onzes heren 1900, maar dat is toch dit jaar nog geweest? Was zij niet ziek? Zij is ingeslapen in de Heer, dokter. En hier is onze waterput. Nou, dat komt verschrikkelijk goed uit. Ik heb een vreselijke dorst. Nou, dan zal ik voor u toch eens wat water putten, dokter. Weet u, in de omgeving kun je bijna nergens water drinken uit putten of andere open bronnen. En je kunt het wel doen, maar dan krijg je toch last van darmstoornissen. Oppervlaktewater, ziet u, en dat is meestal vervuild, helaas. Maar onze put is heel diep, dat hoort u wel. Er zit altijd water in en dat is nooit bevroren. Net het kruikje van de weduwe van Sarfat. Als je water nodig hebt, is er water. Alsjeblieft. Dat is echt verfrissend, zuster. Zo. En wat zullen we nu eens gaan bekijken? De kapel of het huisje met onze iconenverzameling? Nee, ons ziekenzaaltje natuurlijk. Dat kan zo, denk ik, want onze dokter is over een paar minuten klaar. Ja, dat moet wel. Hij is er al bijna een uur bezig. We hebben een paar patiënten. Oh, dus er zijn wel zieken. Ziek van geest is hier niemand, dokter. Alleen het vlees kan na zoveel jaren gewijde dienst slijtage vertonen. Zuster Maria, 21 jaar. Wat zegt u? Oh, nee, niets bijzonders. Ik zou mijn collega wel eens willen ontmoeten. Oh, natuurlijk dat ik daar niet aan gedacht heb. Komt u maar mee naar mijn huisje. De dokter komt toch altijd even bij me langs. Kunnen jullie ervaringen uitwisselen? Ja, komt u maar verder. Met dit weer staat de deur altijd open. Ach, wat woont u hier leuk. Ga, kom maar. Wat een prachtige kleding hebt u. En zoveel iconen had ik ook niet verwacht. In het museumtje hebben we er meer. Deze gaan over van zuster op zuster. Mm-hmm. De meeste zijn echt Russisch. Schitterend. Ja, ze zijn heel mooi. En de kleden weven we hier. Ze zijn te koop. Van de opbrengst leven we. U maakt mooie kleden, zuster. Maar we doen het in ieder geval met veel liefde. Hoe vindt u de kleuren? Dat rood. Een prachtig rood. Het rood van de ondergaande zon. Het rood van reeënbloed. En het rood van de ogen van de zusters. Nadat ze geweend hebben om onze zon. Oh, dokter. U maakt weer een grapje. Is het soms niet zo? Radu Lupan. Hoe maakt u het? En dit is Marcus, een collega van u. Een collega? Ja, hij is ook dokter. Ja, ik ben arts. En waar komt u vandaan, als ik vragen mag? Duitsland? Nee, uit Nederland. Holland. Holland? Het land van matrozen, tulpen en molens, is het niet? Ach, dat is niet meer dan een beeld. Oh, je hoeft zich er niet voor te schamen. Voor uw Roemeens trouwens ook niet. Voortreffelijk, mag ik wel zeggen. Ik heb hier een jaar gestudeerd op een beurs. En ik ben getrouwd met een Roemeense. Zo, dus u bent een van die vreemdelingen die het Karpatenbloed niet hebben kunnen weerstaan. De amandelogen van onze meisjes, de lange, slanke vingers. Wilt u soms een kroes water, dokter? Goed idee, zuster. Wat uit de rots van Mozes komt, is weldadig. Die is goed, Marcus. Jij, dokter. Een nieuwe vermomming? Nee, niet bepaald. Maar ik werd opgewacht door deze zuster en die zag een dokter in mij. Ik heb het maar zo gelaten. Wel, collega, hoe groot is de zending ditmaal? Ik heb een heleboel bij me. Morfine, penicilline. Mooi.
Ik heb twee juweeltjes van Russische iconen voor je. Werkelijk prachtig. Ze worden overigens schaarser. Wil je de prijs verhogen? Dat bedoel ik niet. Je weet dat export van iconen streng verboden is. De museumdirecties gaan nu zelf de boer op om iconen te kopen. Ik had pas een patiënt geholpen met penicilline en zo. Dat hoef ik jou als collega niet te vertellen. Ga toch op met die onzin. Goed, geld was er nauwelijks bij deze patiënt, maar wel een gevoelig icoontje. Wat denk je? Afverkocht aan het Staatsmuseum, verzegeld en wel. En die twee Russische iconen? Heb ik al. Eén ervan is van een ingenieur, een patiënt van mij. Een ander heb ik van het klooster hier. Ze hangen allebei daar, naast de deur. Wat zeg je me nou? Zo, dokter. Hier is uw kroeswagen. Dat u voor uw werken beloond mogen worden. Als altijd weer verfrissend. Ja, collega, dat is mijn wekelijkse hartversterker. Zuiver water. Dokter, heeft u nog aan onze afspraak gedacht? Jazeker, zuster. Overmorgen komt alles in orde. Zo, collega, zal ik u nu het eiland eens laten zien? Graag. Zuster, dank voor alles. Tot ziens. Ga in vrede, Marcus. Dag, dokter. Dag, zuster. Tot ziens. Hoe zit dat nou met die iconen? Wat bedoel je? Twee keer per jaar kom je ons land verarmen door de iconen weg te halen. Je verkoopt ze in het Westen en je leeft er, naar ik van mijn zuster weet, zeer goed van. Ik bedoel, de vorige keren ging het minder geheimzinnig. Goed, bij jou thuis slapen is er al lang niet meer bij. Veiligheid, Marcus. Ja, ja, dat weet ik. Maar de vorige twee of drie keren was het een simpel omruilen van koffers met nou... Nu doen we het anders. Precies. Sinds 1971 zijn de tijden hier opnieuw veranderd, Marcus. Er wordt er gesproken over een tweede Stalinistische periode. Niemand weet waarom de touwtjes strakker worden aangetrokken. Waarom boeken en films verboden worden. Waarom de televisie en radio onvrijer zijn gemaakt. Weet jij het? Waarom zou ik wel een verklaring hebben? Misschien willen we de Sovjets laten zien hoe loyaal we zijn. Misschien heeft onze president tijdens zijn bezoek aan China bepaalde ideeën opgedaan. Of misschien woedt een interne strijd binnen de partijtop. Ja, dat laatste lijkt me het meest aannemelijk. Maar wat heeft dat met ons te maken? Alles, beste zwager. We moeten nog voorzichtiger zijn. Zomaar koffers ruilen in Boekarest kan verdacht zijn. In ieder geval, deze manier lijkt mij beter. Toen ik je in je hotel opbelde, heb ik je alleen maar gevraagd hier naartoe te komen. Je bedoelt te zeggen dat je niet meer kon vertellen per telefoon? Ik speel wat dit betreft op zeker. Maar die iconen hangen gewoon aan de wand. Van zuster Theresia, ze is op de hoogte. Op de hoogte? Ja, waarom niet? Ze heeft er veel mee te maken. Nou moet je eens goed naar me luisteren. Ik ruil medicijnen tegen iconen. Maar ze hoeven toch niet uit een klooster te komen? Wat een gevoeligheid. Dat had ik bij jou niet verwacht. Eén icoon komt uit het klooster, ja. Maar iconen interesseren mij geen laars. Voor mij mogen ze die ene Rembrandt die we hebben ook van de hand doen. Of die Breugel of die Jan Steen. Dat is kunstmatig prestige, daar koop je niets voor. Vroeger was ik een particulier dokter. Na 1948 was het gedaan met de koopman. Toen werden we Stalinistisch, als je dat iets zegt. Ja, natuurlijk. Ik werd staatsdokter. Ach wat, ik hoef jou natuurlijk niets te vertellen. Mijn zuster zou je wel goed ingelicht hebben. Maar weet je, als dokter wil je ook mensen helpen die zomaar naar je toe komen omdat ze in moeilijkheden zitten. Ze willen niet met een bureaucraat praten, maar met een echte dokter. En je probeert ze te helpen. Zonder medicijnen gaat dat niet. Daarom ruil ik met jou medicijnen tegen iconen. Een eerlijke ruil? Ik weet het niet. Maar wat heeft dit klooster er nou mee te maken? Dit klooster betekent voor mij een stukje vrijheid. Ik kan er ademhalen, ik kan er mezelf zijn. Ik kan er bovendien jou ontbieden zonder dat iemand vraagt naar hoe of wat. Je stelde je anders maar keurig voor aan me. Ik speelde jullie spel mee, of niet, dokter? Maar de glimlach verdwijnt uit het klooster. Bij ons daalt het aantal roepingen ook. Er staan hier voor het eerst in de geschiedenis huisjes leeg. Dat knaagt aan mij. Ik voel dat dat ook mij aangaat. En nou wil ik... Of beter gezegd, nou willen wij, want de zusters helpen mij, het klooster een functie geven in deze tijd. Hoe? Dat vertel ik je nog wel. De veerman wacht al op ons. Dag, dokter. Dag, meneer. Zo, we hebben geluk. Een dokter zonder geluk. Zelfs een herder zonder stok.
onbruikbaar. Nou, je hebt weinig vertrouwen in de medische stand. Ik ben nog nooit ziek geweest. Ik weet het niet. Over 3 dagen krijgen we sneeuw, dokter. Zou je denken? Sneeuw in de Karpaten. Dat is dan vroeg dit jaar. Als ik hier in Boekarest over de markt loop, denk ik, zo moet Amsterdam geweest zijn in de jaren 30. Veel straathandel, duizenden mensen. Krioelende armoede. Ik ga naar de vleeshal een stukje schapenbout halen. Loop je mee of blijf je hier? Nee, ik scharrel hier nog wat rond. Zoals je wilt. Ter zake, voor de rest van de zending heb ik voor morgenochtend een afspraak voor je gemaakt. 7:30 in de kerk tegenover je hotel. Koffers ruilen en gries komen. En we zien elkaar morgenavond in het Theater Boulandra. Wat spelen ze? Ramblij Begeerte. 300 chauffeurs dat ik. Toerist? Pardon? Ja, toerist. Je spreekt Roemeens, doe maar. Waar vandaan? Holland. Kunstenaar? Nee, hoezo? Wie gaat er nou in oktober naar Boekarest? Zeg nou zelf, dat is toch gek? Och, waarom? Ik heb deze zomer geen tijd gehad om met vakantie te gaan vandaar. Amsterdam is ook mooi, hoor. Hé, hey, hoe weet ik dat? Ik ben er geweest. In Parijs en Brussel en Rome en Venetië en Amsterdam. Het wordt al donker. En? Bent u bang in het donker? Nee, ik bedoel, het wordt koud. Ik ga mijn jas halen. Waar? Hotel Victoria. Zie je vlakbij. Loop ik met je mee? Graag. Ik bedoel, dat is aardig van u. Ik ben aardig. Zeg me dan, staat Galerie Espace nog in Amsterdam? Espace? Nooit van gehoord. Of Galerie Pekhaar? Nooit van gehoord. Dat was een lekker soepje. Vissoep. Erg goed, hè? Wat zullen we nog meer nemen? Oh, ik niet meer. Een kop koffie hoogstens. Oh, zo je wilt. Obbe? Ja, hè? Ik werkte dus hier in kunstzaal Apollo. Mm-hmm. Daar werden de eerste abstracte tentoonstellingen van ons land gehouden. Wat wens, meneer? Twee koffie, Obbe. Twee koffie. Mooi. Zal ik deze bordjes maar meenemen? Ja, graag. Heeft gesmaakt? Ja, dat was heel erg. Goed. Alsjeblieft. Zodoende kan ik veel in het buitenland, begrijp je? Ging dat zomaar? Nou, moest wel voorzichtig zijn. Geen ambtenaren uitdagen, geen verkeerde uitspraken doen. De abstracte kunst was in wezen nog niet aanvaard. Maar je kwam in het Westen. Studiereizen, andere galeries bezoeken. In Amsterdam waren die hippies op de Dam, heb ik tussen geslapen. Ja, Petrina uit Boekarest, tussen de hippies uit Amerika. Ja. Zeg, Marcus, zou je me geld kunnen geven? Hoe kom je daar nou ineens op? Ik kan je wel wat lenen. Maar niet lenen, kan je toch niet terugbetalen. 800 lei. Ja, maar... Moeten we eerst naar bed? Petrine, wat heb je? Kan hoor. Maar wat moet je dan met dat geld? Graag of niet? Ik heb er toch recht op om te weten wat er met mijn geld gebeurt. Waarom? Je geeft iets en dan van harken. Of niks. Misschien koop je er wel een revolver voor. Of valse papier. Of morfine. Je zegt het. Wat? Dit best wat ik bedoel. Morfine. Nee, dat wist ik niet. Hier is de koffie. Dank u, Robert. Dank u wel. Ik had je niet moeten vragen wat je met het geld wilde. Ik vind je aardig op de markt al. Je had zo'n fijne stem, hoe zou ik het zeggen, zo openhartig en verleidelijk tegelijk. Weet je, soms droom je van zulke ontmoetingen. Filmscènes worden dat dan. Ik heb geld nodig. Ik ben ver heen. Je maakt je kapot. Ach, maar ik geloof je niet. Je ziet er zo lief uit. Zeur nou niet, maar help me. Het is mijn leven. Maar ook het mijne. Wat? Ben ik mijn broeders hoede? Ja, beaamt meneer hier. Ik hou van je, daarom. Je gauw bekeken. Hier heb je geld. Bedankt. Nou, dan ga ik maar. En niet zo plotseling. Misschien zien we elkaar nog eens. In Amsterdam. Dan zou ik niet weten hoe ik het land uitkom nog niet meer bij Apollo werk. Zien wij elkaar hier nog? Hoe was het ook alweer? Marcus? Hm? Ja, Marcus. Dag, Marcus. Pas op jezelf, P.
Petrina. Sneeuw in de Karpaten. Ja, meneer. Het wordt zwaar weer. Hebt u druk gehad vandaag? Vanmorgen, van toeristen. En vanmiddag heb ik ze weer teruggebracht. Daarna de dochter opgehaald en bij de zusters gebracht. Tweede keer al deze week. Zeker een ernstige zieke. Daarover heeft hij u niets gezegd? Ja, de dokter zegt nooit veel. En voor mij hoeft het niet. Laat mij maar denken. Wat koop je voor praten? Gevaarlijk. Gevaarlijk? Ja. Eén verkeerd woord. En je krijgt narigheid. Zwijgen is goud, zeggen ze. Kent u alle zusters op het eiland? Eén winter op het eiland, meneer. En je kent ze allemaal. Zuster Theresia. Ja, die ook. Heel lief. Heeft wel veel bijbelteksten in de schortzak. En daar ben je aan. En zuster Maria. Die ken ik niet. Wel Marta. Maria, jonge zuster. Ken ik niet. Hebt u dit jaar een meisje van ongeveer 20 jaar overgezet? Toeristen. Oude en jonge toeristen. Een meisje dat naar het klooster wilde. Dat willen ze allemaal. Ja, om te kijken, niet om te blijven. Hier, alsjeblieft. Dank u wel. Met de zonsondergang hou ik hem op. Ja, ja. Dat u eraan denkt. Zeg neem me niet kwalijk. Dag, beste zware. Waarom liet je zuster Theresia bellen? Veiligheid voor alles. Ik heb haar eerst gebeld en haar gevraagd jou te bellen. Ja, dat begrijp ik. Maar we zouden elkaar vanavond toch zien in de schouwburg. Dat klopt. Maar in de eerste plaats kwam ik mijn iconen halen. Ik had je willen vragen die vanmorgen vroeg te halen, vlak voor je terug zou gaan naar Nederland. En in de tweede plaats moet ik toch nog een paar dingen met je bepraten. En dat gaat hier beter dan in theater. Ik kon me moeilijk vrijmaken. Maar in jouw republiek hebben de dokters na 4 uur vrij af, of niet soms? Dat wil niet zeggen dat ik daarna niets meer te doen heb. Waar zullen we gaan zitten? Bij je wilt. Naast de kapel staat een bank met uitzicht op het kerkhof. Heel toepasselijk. Je spreekt voortdurend geheimtaal voor mij. Nou, laat ik dan wat duidelijker worden. Op de markt heb ik een vrouw ontmoet. Meisje, beter gezegd. Lange zwarte haren, musketgroene ogen, slank. Nou ja... Je bent al getrouwd met een Roemeense. Ze was aardig. We raken in gesprek. Ze werkte in Kunsthal Apollo of zoiets. Petrina heette ze. We gingen eerst eten. En ze zei dat ze in Amsterdam was geweest, in Parijs. En in Rome. Hoe weet jij dat? Ken je haar, hè? Ja, ik weet iets van haar.
Wat weet je? Weet jij soms ook dat ze morfiniste is? Dat is eigenlijk het enige wat ik van haar weet. Hoe is ze zo ver gekomen? Ik heb zo mijn vermoedens. Misschien hebben jullie met jullie beschaving haar wel op dit spoor gezet. Jullie. Ja, je moet niet vergeten. Ach, laat maar. Waar het om gaat is dat zo'n geval bestaat. Zo, beloofde uitzicht. Dat meisje? Ja, dat kind, dat individu, misschien wel een van de beste van ons volk. Juist omdat ze een individu kon en wilde zijn. Terwijl je daardoor een systeem nauwelijks de kans krijgt. Jij herkent jezelf in haar. Zij ging in een kunsthandel, wilde zo proberen zichzelf te blijven. Maar geen kans. Niemand zal haar helpen, want verslaving bestaat bij ons officieel niet. Dat is toch te gek? En wat niet bestaat, kan niet geholpen worden. Maar dat accepteer ik niet. Ik wil mijn vrijheid en haar vrijheid. Begrijp je dat? Oh, rustig. Neem me niet kwalijk, maar zo ligt de zaak nou eenmaal. En het klooster gaat meewerken. Dit toevluchtsoord voor zwervers en verschoppelingen. We proberen er weer wat van te maken van het leven. Jij bent een idealist, Radu. De kerk, de staat, dat zijn instituten, kolossen. Daar kan je niet tegenop. En wie begon er over een meisje Petrina? Dat is een toevallige ontmoeting. Ze boeit me, ik wilde helpen. Ik help verslaafden hier in het klooster. Tenminste, ik probeer ze te helpen. Zuster Theresia krijgt medicijnen voor mij. Ze heeft er ook een icoon voor over. Dat vindt zij een eerlijke ruil. En de profiteur kent ze nog niet. Profiteur is toch wel wat sterk gezegd, hoor. Ik kost mijn handen met geld om aan die medicijnen te komen. Maar die iconenhandel van jou levert toch heel wat op? Vertel mij wat. Ik lees toch de brieven van Roxandra over jullie leven. Een tweede huis en de plas. Een zeilboot, twee auto's. Je vergeet het risico dat ik loop. Grenscontroles, het kan fout gaan. Ik heb niet voor niets mijn auto laten ombouwen. Goed dan, ik wil je niet beledigen. Wij willen hier dus mensen helpen. Verslaafden, zoals Petrina. Maar haar krijg ik hier niet naartoe. Ze had een vriendin, ook het Apollo. Die was te ver heen. Ze ging nog mee naar het klooster, maar het is ons niet gelukt. Maria, 21 jaar. Maria was een verslaafde. Zij stond buitenspel in onze maatschappij. En ik heb haar hier naartoe gebracht. Maar ze is toch gestorven? Je weet niet wat een verslaafde is. We hebben alles geprobeerd. Ik was pas in het beginstadium van mijn behandeling. Ach, ik verwijt je niks. Trouwens, wie ben ik? Het verhaal is nog niet uit. Zij kreeg geen morfine meer voor de ontwenningskuur. We hadden niets meer in huis. Ze pleegde zelfmoord. En dat bleef onbekend? Jongen, dit is een klooster, een gemeenschap. Wat niet naar buiten mag komen, komt niet naar buiten. Iedereen kan hier naar binnen wandelen. Er wordt zelfs handel gedreven. Dat is de buitenkant van de cirkel. Maar daarbinnen is alles veilig. Een groot onzichtbaar slot sluit de toegang af. Daar kom jij niet in, daar word ik maar ten dele toegelaten. En ze ligt hier begraven tussen de zusters. Dat is juist zo geweldig. Daarom houd ik van deze vrouwen. Het meisje werd 's nachts begraven. Niet in ongewijde, maar in gewijde aarde. Tussen de andere zusters. Tja. Je weet het, vergeet het. Ik zou de tijd moeten hebben om jouw verhaal te verwerken. Ik denk alleen maar, zegt de veerman. Hij heeft misschien gelijk. Maar ik heb geen tijd om te denken. Morgen moet ik weer naar huis. Er komt sneeuw tenminste als de veerman gelijk heeft. We kunnen die iconen gaan halen. Dat was de afspraak die ik met zuster Theresia had. Ze zou ze vanmiddag in karton pakken en jij zou ze morgenochtend afhalen. Ze weet dus wie ik ben. Een man zou ze ophalen. De achterste bank van de kapel zouden ze liggen. Wacht hier. Ik haal ze nu en geef ze aan jou. Dan ga jij met de boot weg en ik kom later. En het toneelstuk vanavond? Wil je dat nog zien? Ja, waarom niet? Vanavond reis ik echt niet terug, hoor. In het donker in de Karpaten. Maar voordat je daar bent is het alweer licht geworden. Nee, ik rijd niet graag 's avonds door een vreemd land. Zoals je wilt. Ik ga er buiten halen. Wacht even. Wat is er? Ach, niks. Weet je dat Radu Rogier betekent? Zo heet ons zoontje. Zo? Die kamer is dus naar mij vernoemd. Precies. Ik wist niet dat ik zo dicht bij jullie stond. Roxandra heeft het vaak over jou. Ze zou willen dat je trouwde. Een lieve, zorgzame zusje. Altijd zo geweest. Moet ik volgens jou ook trouwen? Ach, dat weet ik niet. Ik heb een gezin, ik leef in een vrij land, maar ja, nou denk ik dat jij vrijer leeft. Ik bedoel, meer betrokken bij het leven. Misschien. Jij ontdekte een klooster.
Ik niet. Ik doe wat ik denk dat goed is, niet meer. Maar toch... Vrijheid in gebondenheid, zo zou je het kunnen noemen. Nou, dan ga ik maar. Ik ben zo... Ja, wacht eens even. Wie is toch Petru Popescu? Jij springt ook van de hak op de tak. Popescu is een collega van mij. Ken je hem goed? Ja, dat is te zeggen, hij belt mij op, elke maand, of er nieuws is. Dat is alles? In Boekarest wonen honderden artsen. Maar hoeveel Popescu's zijn er die arts zijn? Er staan er geloof ik 3 in het artsenboekje. Je hebt hem dus nooit ontmoet? Dat hoeft niet, zo gaat het goed. Of heb je klachten? Nee, daar gaat het niet om. Ik dacht dat jullie elkaar wel eens ontmoeten. In Boekarest wonen honderden artsen, heb ik jou gezegd. Je moet nooit een gevarendriehoek maken. Popescu, jij en ik. Zo is het beter. Radu. Ja? Wie speelt de rol van Stanley? Peter Doynas, een beroemd acteur. Een acteur, ja. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ik hem ken. Komt vaak op de televisie. Daar kijk ik hier niet naar. Wat vond je ervan? Aardig. Beetje aangedikt, hè? Hoe noem je dat? Theatraal? Dat is de stijl van het spelen hier. Kom, we gaan naar de artiest ingaan. Waar is hij? Aan de zijkant. Ja, hier links, denk ik. Maar waarom eigenlijk? Ik wil die Petru Doynas mijn complimenten maken. Dat meen je niet. Natuurlijk niet. Ik wil hem zien. Wacht. Er loopt iemand voor de artiestingang. Druk je tegen de muur. Waarom? Als ik het niet dacht. Heb je geld? Ja. Hoeveel? 800. Het is de moeite. Je moet me helpen. Je moet me helpen. Rustig. Rustig. Gelijk oversteken. Hier. Wacht. Ik ken dat meisje. Petrina. Precies. Zou ze ons herkend hebben. Lijkt me moeilijk in het donker. En dat hoesten van mij, ik hoest bijna nooit. Wat moest Petrina hier? Begrijp jij het nog niet? Ja, wat moet ik begrijpen? Petrina gaf geld aan die acteur en ze kreeg wat terug. Wat kreeg ze terug? Ja, nou, je zou het kunnen raden. Morfine. En een briefje. Hij schreef iets op. Natuurlijk. Maar wie was hij? Peter Doynas. Oftewel Petru Popescu. Dat kan niet. Waarom niet? Ik herkende die stem op het toneel. Zijn gestalte klopt met die van Popescu. En deze transactie is het laatste bewijs. Bewijs. Kom nou. Ken jij Popescu soms? Nou, kom. Nou, wat gaan drinken. We verstenen hier. Je lijkt wel een detective. Maar goed. In dat restaurant bij het hotel is het lekker warm. Wat ga je nu doen? Gewoon verder. Wat? Wil jij beweren dat je gewoon verder kunt gaan? Ja, waarom niet? Feitelijk is er voor mij niets veranderd. Behalve dan dat jouw collega Popescu geen dokter blijkt te zijn, maar een ordinaire handelaar die bovendien jouw kloosterpatiënten kweekt. Maar die moeten dan ook geholpen worden. Ik geloof werkelijk dat jij nog steeds niet begrijpt wat er aan de hand is. Ik dacht van wel. Ik voer spullen in en ruil het. Een gedeelte gaat naar een zich dokter noemende handelaar die patiënten kweekt. Een ander gedeelte naar een dokter die dezelfde patiënten wil genezen. Ja, dat wil ik. En als jij werkelijk mee wilt helpen, dan heb ik wel een oplossing. Je levert voortaan alleen nog maar aan mij. En Popescu? Die kan opvliegen. Je raakt dan wel een deel van je verdiensten kwijt. En ik loop het gevaar dat die Popescu mij op de een of andere manier gaat dwarszitten, mij aangeven bijvoorbeeld. Maar dat risico wil ik nemen. Jij vergeet dat ik voor elke reis een week onbetaald verlof moet nemen. En dat kost ook veel geld. Goed. Ik kan wel met wat minder luxe leven. Trouwens, die luxe voor mij stelt heus niet zoveel voor. Maar ik moet er niet te veel op achteruit gaan. Wat klets je nou, kapitalist? Aan de ene kant zit je vol met morele, voor mijn part ethische bezwaren. Maar wanneer je wat aan doen kan, dan denk je weer aan geld. Ik zou er ook mee kunnen ophouden.
Maar als ik kom, dan wil ik niet voor niks komen. Ik moet er een week... Verlof voor opnemen, zo het al geen vakantieweek van je is. Tramlijn begeert en begeert aan het geld. Hé, daar heb je Petrina. Ze komt naar ons tafeltje. Dit rieten inbonden. Dag, Petrina. Kom daarbij zitten. Heb je het koud? Daar ben ik aan gewend. Dag, dokter. Ja. Ik wist niet dat jullie elkaar kenden. Ja, de dokter en ik... We hebben elkaar ontmoet, dat gaat zo. Dokter, ik heb weinig tijd. Kan ik je helpen? Nee. Ja, het gaat niet om mij, maar om u. Om mij? Ja, om u. Dat begrijp ik niet. Wat wil je drinken? Vanavond was u met iemand anders. Ik dacht meneer hier bij het theater. Dat klopt, ja. We hoorden iemand hoesten. En? Peter schreef op het doosje, dit is de laatste keer. Ik heb je nooit ontmoet. Hij is bang geworden. En een bange haas maakt vreemde sprongen. Misschien geeft hij ons wel aan. Meneer Wendt? Hè? Drie bier, Robber. Drie bier. Goed, ik hoef niks. Dan drink ik het wel op. En houd jij je een beetje kalm. Hoe kun je nou kalm blijven als je denkt wat ik denk? Ik ben echt niet gek. Ik dacht, dokter, u weet iets van die Peter. Ik herken u daar tegen die muur. U helpt mensen. En Peter ook, op zijn manier. Ik ga het toch geen helpen noemen. Ik moest u waarschuwen. Ik heb in de hal van het theater achter een pilaar gewacht en ben u daarna gevolgd. Eerst durfde ik niet naar binnen, maar ik moest u over Peter vertellen. Al weet ik niet precies waarom. Je hebt er goed aan gedaan, Petrina. Heb je het spul bij je? Ja. Probeer er van af te blijven vannacht. Of gebruik niet te veel. En kom morgen naar het klooster. Dat kan ik niet, dokter. Dat kan ik niet. Dan moet je van me afpakken. Ja, pak het en gooi het weg. Doe de wc voor mij, Bart. Drie weer. Twee. Twee. Dank u, over. Dat haal ik maar net, denk ik. Sneeuwketting had ik om moeten laten liggen. Over 3 dagen gaat het sneeuwen. Ja, man, je had gelijk. En dan sneeuwen de Karpaten dicht. Komen de beren uit de bergen naar beneden. Nou, zolang ik in de auto blijf, kan er niks gebeuren. Als ik nog een beetje mee zit, ben ik binnen 2 dagen thuis. Fijn bij moeder, de vrouw en Rogier. Rogier. Radu. En benieuwd of u er nog last mee krijgt. Zo niet, ja, dan probeer ik het toch nog eens een keer. Ze heeft altijd meegenomen. Kleuren, televisie, zomerhuisje. Die 800 lijf was ik mooi kwijt. Achttientjes. Toch een mooie meid, die Petrina. Zo, Søren. Dag, dokter. Hoe lang duurt het nog voordat het meer is dicht geworden, Søren? Nou, dit jaar niet meer, dokter. In januari wel. Het is anders flink koud. Dokter is lang niet geweest. 2 maanden niet. Hm. 9 weken, dokter. Ja, je hebt gelijk, Søren. Je ziek geweest? Huh? Nee, sorry. Een dokter vond het beter een poosje weg te blijven. Het is nog een geluk dat er geen non-ernstig ziek is geworden. Huh? Andere dokter zie je hier niet. Nou, als het echt nodig is, zal er heus wel een dokter gehaald worden. Maar het was niet nodig, dokter. Die nieuwe zuster houdt zich uitstekend. Heel wat anders dan die Maria. Wat? Wist jij het van Maria? Ik weet alles. Ik ben van het klooster, dokter. En die nieuwe? Petrina. Ja. Ja, ze heet voorlopig ook Maria. Die haalt het wel, dokter. En dan gaat ze weer terug. Voor goed gezond, bidden de zusters. Sorry, je bent geweldig. Ik ben een veerman, dokter. Maar een veerman die denkt. Dit was Sneeuw in de Karpaten, een hoorspel op Roemeense geluidslocatie, geschreven door Wim Hazeu. De rol van Marcus werd gespeeld door Hans Karsenbaer, Radu Lupan en arts Wim de Haas, Petrina Marielle Violet, de veerman Bert van der Linde, zuster Theresia Willy Bril, Petro Popescu Jan van Rooyen en ober Joris Bonza. Technische verzorging Teun Lammes en Hans van Dijk,
regie Johan Wolder. Sneeuw in de Karpaten. Een hoorspel geschreven op Roemeense geluidslocatie door Wim Hazeun. Vreemdeling. Ja, dat kunt u wel zeggen. Waar vandaan? Uit Holland. Nederland. Ja. Ver weg. Hoe ver? Meer dan 2000 kilometer. Met de auto 2 dagen en 8 nachten. Ah, dan moet het nog mee zitten hoor. Over 3 dagen gaat het sneeuwen. Sneeuwen? Het is zo prachtig weer. De bomen botten alweer uit. En dan sneeuwen de Karpaten dicht. Kunt u niet terug? Ik heb geen sneeuwbanden om. Ja, doet er wat langer over. Komen de beren uit de bergen naar beneden. Zo, naar beneden. Die vallen de kudde schapen aan. Ja, je mag op de beren schieten. Maar ze komen 's nachts. Nee, het was een slechte tijd. Hoe bedoelt u? Toen ik nog in de bergen was. In de zomer, maar was het goed. De jaarmarkt was het goed. Oh ja? Ja, alles was goed. 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 'S Winters. Geen onderdak. Slapen in berenhuiden. Drinken om warm te blijven. Wat doet u nou in de winter? Zolang het meer niet dichter voor is, zet ik mensen over. Niet zo vaak. De vreemdelingen zijn dan weg. In de zomer is het drukker. Voor een paar lei zet ik ze over. Dat is niet veel. Ze zijn helemaal voor mij. Een hond brood. Een wilde kruik. Dat is voldoende. En in de winter? Ik woon op het eiland. Bij het klooster. Help ik de nonnen. Hout hakken. De kapel verwarmen. De geiten verzorgen. Voor een hond brood. Een gevulde kruik. Soms een bord pap. Slaapplaats. Familie? Hé? Hebt u familie? In de Karpaten. Broers en zusters. Over 3 dagen raken ze ingesneeuwd. Nee, ik heb geen heimwee. Zo is het goed. U bent gelukkig, hè? Ik denk na. Hier kan ik nadenken. Waarover? De boot moet gerepareerd worden. Ik weet er op de plekken te zitten. Nou ja, deze winter moet het gebeuren. Nou, dan heb je er de tijd voor, hè? Op de boot ben ik niemand. Dan verdrink ik. Hoe ver is het? Hé? Hoe lang duurt de overtocht? Meer dan 2000 slagen. Alsjeblieft. De nonnen waren graag mee. Niet vaak, maar graag. Naar het land. Hebben ze wat anders te zien? Komen ze zo tussen andere mensen? En wie gaan er naar het eiland toe? De nonnen. Als ze terugkomen met hun inkopen. En dan natuurlijk de dokter. En vreemdelingen. Zoals u. Oh, dan leven de nonnen toch niet zo geïsoleerd? De mensen komen tussen de nonnen. Dat is wat anders. Alsjeblieft. Dank. Oh, en voor ik het vergeet, wanneer kan ik mee terug? Als ik er ben, kan u meevaren. Tot zonsondergang roei ik, meneer. Goedemiddag, zuster. En u komt ons eiland bezoeken? Ja. Er is heel wat te zien.
We weven hier kleden, we houden geiten en kippen, we hebben een kapel en een klein museum met iconen. Zo, dat is me nogal wat. Nou, zoveel is het ook weer niet, alles in het klein. Bent u dokter? Hoe komt u daar ineens zo op? Och, mensenkennis misschien. De manier waarop u kijkt. Merkwaardig. Ik bedoel dat u dat zo snel kunt zien. Ik ben zuster Theresia. Nogmaals, welkom op ons eiland. Ik ben Marcus... Marcus? Wat een mooie naam. Marcus schreef zo boeiend over de genezing van een doofstomme door de lieve heer in Sidon. Daar hebben de andere evangelisten niet over geschreven. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ons lieve heer nam de doofstomme terzijde buiten de scharen. En weinig mensen hebben het dus kunnen zien, maar Marcus wist ervan. Onze lieve heer stak zijn vingers in de oren van de doofstomme, spuwde, raakte zijn tong aan en hij zag op naar de hemel en zuchtte en zei tot de zieke Effata. Dat betekent wordt geopend. En dan komen die mooie regels en zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijn tong los en hij sprak goed. Mooi verhaal. Zeker, Marcus, zeker. Je zou ernaar moeten leven. Effata. Het leven van mensen openen, weer inhoud geven aan hun leven. Ja, dokters kunnen dat heel goed natuurlijk. We hebben hier een piepklein ziekenzaaltje. Eens per week komt onze dokter uit Boekarest. Maar ergens zieken hebben we nooit. En dit kerkhofje dan? Hier liggen onze zusters in de Heer. Oude zusters. Zuster Maria. Ingeslapen toen zij 21 was. In het jaar onze heren 1900, maar dat is toch dit jaar nog geweest? Was zij niet ziek? Zij is ingeslapen in de Heer, dokter. En hier is onze waterput. Nou, dat komt verschrikkelijk goed uit. Ik heb een vreselijke dorst. Nou, dan zal ik voor u toch eens wat water putten, dokter. Weet u, in de omgeving kun je bijna nergens water drinken uit putten of andere open bronnen. Je kunt het wel doen, maar dan krijg je toch last van darmstoornissen. Oppervlaktewater, ziet u, en dat is meestal vervuild, helaas. Maar onze put is heel diep, dat hoort u wel. Er zit altijd water in en dat is nooit bevroren. Net het kruikje van de weduwe van Sarfat. Als je water nodig hebt, is er water. Alsjeblieft. Dat is echt verfrissend, zuster. Zo. En wat zullen we nu eens gaan bekijken? De kapel of het huisje met onze iconenverzameling? Nee, ons ziekenzaaltje natuurlijk. Dat kan zo, denk ik, want onze dokter is over een paar minuten klaar. Ja, dat moet wel. Hij is er al bijna een uur bezig. We hebben een paar patiënten. Oh, dus er zijn wel zieken. Ziek van geest is hier niemand, dokter. Alleen het vlees kan na zoveel jaren gewijde dienst slijtage vertonen. Zuster Maria, 21 jaar. Wat zegt u? Oh, nee, niets bijzonders. Ik zou mijn collega wel eens willen ontmoeten. Oh, natuurlijk dat ik daar niet aan gedacht heb. Komt u maar mee naar mijn huisje. De dokter komt toch altijd even bij me langs. Kunnen jullie ervaringen uitwisselen? Ja, komt u maar verder. Met dit weer staat de deur altijd open. Ach, wat woont u hier leuk. Kom maar. Wat een prachtige kleding hebt u. En zoveel iconen had ik ook niet verwacht. In het museumtje hebben we er meer. Deze gaan over van zuster op zuster. De meeste zijn echt Russisch. Schitterend. Ja, ze zijn heel mooi. En de kleden weven we hier. Ze zijn te koop. Van de opbrengst leven we. U maakt mooie kleden, zuster. Maar we doen het in ieder geval met veel liefde. Hoe vindt u de kleuren? Dat rood. Een prachtig rood. Het rood van de ondergaande zon. Het rood van reeënbloed. En het rood van de ogen van de zusters. Nadat ze geweend hebben om onze zon. Oh, dokter. U maakt weer een grapje. Is het soms niet zo? Radu Lupan. Hoe maakt u het? En dit is Marcus, een collega van u. Een collega? Ja, hij is ook dokter. Ja, ik ben arts. En waar komt u vandaan, als ik vragen mag? Duitsland? Nee, uit Nederland. Holland. Holland? Het land van matrozen, tulpen en molens, is het niet? Ach, dat is niet meer dan een beeld. Oh, u hoeft zich er niet voor te schamen. Voor uw Roemeens trouwens ook niet. Voortreffelijk, mag ik wel zeggen. Ik heb hier een jaar gestudeerd op een beurs. En ik ben getrouwd met een Roemeense. Zo, dus u bent een van die vreemdelingen die het Karpatenbloed niet hebben kunnen weerstaan. De amandelogen van onze meisjes, de lange, slanke vingers. Wilt u soms een kroes water, dokter? Goed idee, zuster. Wat uit de rots van Mozes komt, is weldadig. Die is goed, Marcus. Jij, dokter.
Een nieuwe vermomming? Nee, niet bepaald. Maar ik werd opgewacht door deze zuster en die zag een dokter in mij. Ik heb het maar zo gelaten. Wel, collega, hoe groot is de zending ditmaal? Ik heb een heleboel bij me. Morfine, penicilline. Mooi. Ik heb 2 juweeltjes van Russische iconen voor je. Werkelijk prachtig. Ze worden overigens schaarser. Wil je de prijs verhogen? Dat bedoel ik niet. Je weet dat export van iconen streng verboden is. De museumdirecties gaan nu zelf de boer op om iconen te kopen. Ik had pas een patiënt geholpen met penicilline en zo. Dat hoef ik jou als collega niet te vertellen. Ga toch op met die onzin. Goed, geld was er nauwelijks bij deze patiënt, maar wel een gevoelig icoontje. Wat denk je? Al verkocht aan het Staatsmuseum, verzegeld en wel. En die 2 Russische iconen? Heb ik al. 1 ervan is van een ingenieur, een patiënt van mij. Een ander heb ik van het klooster hier. Ze hangen allebei daar, naast de deur. Wat zeg je me nou? Zo, dokter. Hier is uw kroeswaker. Dat u voor uw werken beloond mogen worden. Als altijd weer verfrissend. Ja, collega, dat is mijn wekelijkse hartversterker. Zuiver water. Dokter, heeft u nog aan onze afspraak gedacht? Jazeker, zuster. Overmorgen komt alles in orde. Zo, collega, zal ik u nu het eiland eens laten zien? Graag. Zuster, dank voor alles. Tot ziens. Ga in vrede, Marcus. Dag, dokter. Dag, zuster. Tot ziens. Hoe zit dat nou met die iconen? Wat bedoel je? 2 keer per jaar kom je ons land verarmen door de iconen weg te halen. Je verkoopt ze in het Westen en je leeft er, naar ik van mijn zuster weet, zeer goed van. Ik bedoel, de vorige keren ging het minder geheimzinnig. Goed, bij jou thuis slapen is er al lang niet meer bij. Veiligheid, Marcus. Ja, ja, dat weet ik. Maar de vorige 2 of 3 keren was het een simpel omruilen van koffers. Maar nou... Nu doen we het anders. Precies. Sinds 1971 zijn de tijden hier opnieuw veranderd, Marcus. Er wordt er gesproken over een 2e Stalinistische periode. Niemand weet waarom de touwtjes strakker worden aangetrokken. Waarom boeken en films verboden worden. Waarom de televisie en radio onvrijer zijn gemaakt. Weet jij het? Waarom zou ik wel een verklaring hebben? Misschien willen we de Sovjets laten zien hoe loyaal we zijn. Misschien heeft onze president tijdens zijn bezoek aan China bepaalde ideeën opgedaan. Of misschien woedt een interne strijd binnen de partijtop. Ja, dat laatste lijkt me het meest aannemelijk. Maar wat heeft dat met ons te maken? Alles, beste zwager. We moeten nog voorzichtiger zijn. Zomaar koffers ruilen in Boekarest kan verdacht zijn. In ieder geval, deze manier lijkt mij beter. Toen ik je in je hotel opbelde, heb ik je alleen maar gevraagd hier naartoe te komen. Je bedoelt te zeggen dat je niet meer kon vertellen per telefoon? Ik speel wat dit betreft op zeker. Maar die iconen hangen gewoon aan de wand. Van zuster Theresia, ze is op de hoogte. Op de hoogte? Ja, waarom niet? Ze heeft er veel mee te maken. Dan moet je eens goed naar me luisteren. Ik ruil medicijnen tegen iconen. Maar ze hoeven toch niet uit een klooster te komen? Wat een gevoeligheid. Dat had ik bij jou niet verwacht. 1 icoon komt uit het klooster, ja. Maar iconen interesseren mij geen laars. Voor mij mogen ze die ene Rembrandt die we hebben ook van de hand doen. Of die Breugel of die Jan Steen. Dat is kunstmatig prestige. Daar koop je niets voor. Vroeger was ik een particulier dokter. Na 1948 was het gedaan met de koopman. Toen werden we Stalinistisch, als je dat niet zegt. Ja, natuurlijk. Ik werd staatsdokter. Ach wat, ik hoef jou natuurlijk niets te vertellen. Mijn zuster zou je wel goed ingelicht hebben. Maar weet je, als dokter wil je ook mensen helpen die zomaar naar je toe komen omdat ze in moeilijkheden zitten. Ze willen niet met een bureaucraat praten, maar met een echte dokter. En je probeert ze te helpen. Zonder medicijnen gaat dat niet. Daarom ruil ik met jou medicijnen tegen iconen. Een eerlijke ruil? Ik weet het niet. Maar wat heeft dit klooster er nou mee te maken? Dit klooster betekent voor mij een stukje vrijheid. Ik kan er ademhalen, ik kan er mezelf zijn. Ik kan er bovendien jou ontbieden zonder dat iemand vraagt naar hoe of wat. Je stelde je anders maar keurig voor aan me. Ik speelde jullie spel mee. Of niet, dokter? Maar de glimlach verdwijnt uit het klooster. Bij ons daalt het aantal roepingen ook. Er staan hier voor het eerst in de geschiedenis huisjes leeg. Dat knaagt aan mij. Ik voel dat dat ook mij aangaat. En nou wil ik, of beter gezegd, nou willen wij, want de zusters helpen mij, het klooster een functie geven in deze tijd. Hoe? Dat vertel ik je nog wel. De veerman wacht al op ons.
Dag, dokter. Dag, meneer. Zo, we hebben geluk. Een dokter zonder geluk. Zelfs een herder zonder stok. Onbruikbaar. Nou, je hebt weinig vertrouwen in de medische stand. Ik ben nog nooit ziek geweest. Ik weet het niet. Over 3 dagen krijgen we sneeuw, dokter. Zou je denken? Sneeuw in de Karpaten. Dat is dan vroeg dit jaar. Als ik hier in Boekarest over de markt loop, denk ik, zo moet Amsterdam geweest zijn in de jaren 30. Veel straathandel, duizenden mensen. Krioelende armoede. Ik ga naar de vleeshal een stukje schapenbout halen. Loop je mee of blijf je hier? Nee, ik scharrel hier nog wat rond. Zoals je wilt. Ja, zaken. Voor de rest van de zending heb ik voor morgenochtend een afspraak voor je gemaakt. 7:30 in de kerk tegenover je hotel. Koffers ruilen en grijs komen. En we zien elkaar morgenavond in het Theater Boulandra. Wat spelen ze? Ramlijn Begeerte. 300 chauffeurs, dat ik. Toerist? Pardon? Ja, toerist. Je spreekt Roemeens, doe maar. Waar vandaan? Holland. Kunstenaar? Nee, hoezo? Wie gaat er nou in oktober naar Boekarest? Zeg nou zelf, dat is toch gek? Och, waarom? Ik heb deze zomer geen tijd gehad om met vakantie te gaan vandaar. Amsterdam is ook mooi, hoor. Nee, hoe weet ik dat? Ik ben er geweest. In Parijs en Brussel en Rome en Venetië en Amsterdam. Het wordt al donker. En? Bent u bang in het donker? Nee, ik bedoel, het wordt koud. Ik ga mijn jas halen. Waar? Hotel Victoria. Zie je vlakbij. Loop ik met je mee? Graag. Ik bedoel, dat is aardig van u. Ik ben aardig. Zeg, vertel eens, bestaat Galerie Espas nog in Amsterdam? Espas? Nooit van gehoord. Of Galerie Krikhaar? Nooit van gehoord. Dat was een lekker soepje. Vissoep. Erg goed, hè? Wat zullen we nog meer nemen? Oh, ik niet meer. Een kop koffie hoogstens. Oh, zo je wilt. Ober. Jan, hè? Ik werkte dus hier in kunstzaal Apollo. Mm-hmm. Daar werden de eerste abstracte tentoonstellingen van ons land gehouden. Wat dat, meneer? Twee koffie, Ober. Twee koffie. Mooi. Zal ik deze bordjes maar meenemen? Ja, graag. Heeft gesmaakt? Ja, dat was heel erg. Goed zo. Alsjeblieft. En zodoende kan ik veel in het buitenland, begrijp je? Ging dat zomaar? Ik moest wel voorzichtig zijn. Geen ambtenaren uitdagen, geen verkeerde uitspraken doen. Die abstracte kunst was in wezen nog niet aanvaard. Maar je kwam in het Westen. Studiereizen, andere galeries bezoeken. In Amsterdam waren die hippies op de dam, heb ik tussen geslapen. Ja, Petrina uit Boekarest tussen de hippies uit Amerika. Ja. Zeg Marcus, zou je me geld kunnen geven? Hoe kom je daar nou ineens zo op? Ik kan je wel wat lenen. Maar niet lenen, kan je toch niet terugbetalen. 800 lei. Ja, maar... Moeten we eerst naar bed? Petrine, wat heb je? Kan hoor. Maar wat moet je dan met dat geld? Graag of niet? Ik heb er toch recht op om te weten wat er met mijn geld gebeurt. Waarom? Je geeft iets en dan van harte. Of niks. Misschien koop je er wel een revolver voor. Of een valse papier. Of morfine. Je zegt het. Wat? Dit best wat ik bedoel. Morfine. Nee, dat wist ik niet. De eerste koffie. Dank u, Robert. Dank u wel. Ik had je niet moeten vragen wat je met het geld wilde. Ik vind je aardig op de markt al. Je had zo'n fijne stem, hoe zou ik het zeggen, zo openhartig en verleidelijk tegelijk. Weet je, soms droom je van zulke ontmoetingen. Filmscènes worden dat dan. Ik heb geld nodig. Ik ben ver heen. Je maakt je kapot. Ach, maar ik geloof je niet. Je ziet er zo lief uit. Zeur nou niet, maar help me. Het is mijn leven. Maar ook het mijne. Wat? Ben ik mijn broeders hoede? Ja, beaamd meneer hier. Ik hou van je, daarom. Heb je gauw bekeken? Hier heb je geld. Bedankt. Nou, dan ga ik maar. En niet zo plotseling. Misschien zien we elkaar nog eens. In Amsterdam... Dan zou ik niet weten hoe ik het land uitkom als ik niet meer bij Apollo werk. Zien wij elkaar hier nog?
Hoe was het ook alweer? Marcus? Ja, Marcus. Wat dacht Marcus? Pas op jezelf, Petrina. Ja. Herkent u me? Ja. Dr. Petru Popescu. Zijn de kerken bij u ook zo leeg? Vroeg in de morgen? Dat zal wel. Alleen oude vrouwen. De andere werken, neem ik aan. Het staat achter de rechter buitendeur. Rechts. Als ik me omdraai, rechts. Neem ik aan. Ja. Mooi. Mijn dank is groot, Marcus. Zeer groot. De beloning zit in een bruine aktekas. Links achter ons. Op de bank langs de muur. Bij de kaars. Bedankt, Marcus. Maar het sneeuwen. Sneeuw in de Karpaten. Ja, meneer. Het wordt zwaar weer. Hebt u druk gehad vandaag? Vanmorgen. Van toeristen. En vanmiddag heb ik ze weer teruggebracht. Daarna de dochter opgehaald. En bij de zusters gebracht. Tweede kerel deze week. Zeker een ernstige zieke. Daarover heeft hij u niets gezegd? Ja, de dokter zegt nooit veel. En voor mij hoeft het niet. Laat mij maar denken. Wat koop je? Voor praten? Dat is gevaarlijk. Gevaarlijk? Ja. Eén verkeerd woord. En je krijgt narigheid. Zwijgen is goud, zeggen ze. Kent u alle zusters op het eiland? Eén winter op het eiland, meneer. En je kent ze allemaal. Zuster Theresia. Ja, die ook. Heel lief. Hij heeft wel veel bijbelteksten in de schortzak. En daar ben je aan. En zuster Maria. Die ken ik niet. Wel Marta. Maria, jonge zuster. Ken ik niet. Hebt u dit jaar een meisje van ongeveer 20 jaar overgezet? Toeristen. Oude en jonge toeristen. Een meisje dat naar het klooster wilde. Ja, dat willen ze allemaal. Ja, om te kijken, niet om te blijven. Hier, alsjeblieft. Dank u wel. Met zonsondergang hou ik ermee op. Ja, ja. Dat u eraan denkt. Zeg die me niet kwalijk. Dag, beste zware. Waarom liet je zuster Theresia bellen? Veiligheid voor alles. Ik heb haar eerst gebeld en gevraagd jou te bellen. Ja, dat begrijp ik. Maar we zouden elkaar vanavond toch zien in de schouwburg. Dat klopt. Maar in de eerste plaats kwam ik mijn iconen halen. Ik had je willen vragen die vanmorgen vroeg te halen, vlak voor je terug zou gaan naar Nederland. En in de tweede plaats moet ik toch nog een paar dingen met je bepraten. En dat gaat hier beter dan in theater. Ik kon me moeilijk vrijmaken. In jouw republiek hebben de dokters na 4 uur vrij af, of niet soms? Dat wil niet zeggen dat ik daarna niets meer te doen heb. Waar zullen we gaan zitten? Wie wilt. Naast de kapel staat een bank met uitzicht op het kerkhof. Heel toepasselijk. Je spreekt voortdurend geheimtaal voor mij. Nou, laat ik dan wat duidelijker worden. Op de markt heb ik een vrouw ontmoet. Meisje, beter gezegd. Lange zwarte haren, musketgroene ogen. Slank, nou ja. Je bent al getrouwd met een Roemeense. Ze was aardig. We raken in gesprek. Ze werkte in Kunsthal Apollo of zoiets. Petrina heette ze. We gingen eerst eten.
En ze zei dat ze in Amsterdam was geweest, in Parijs. En in Rome. Hoe weet jij dat? Ken je haar, hè? Ja, ik weet iets van haar. Wat weet je? Weet jij soms ook dat ze morfiniste is? Dat is eigenlijk het enige wat ik van haar weet. Hoe is ze zo ver gekomen? Ik heb zo mijn vermoedens. Misschien hebben jullie met jullie beschaving haar wel op dit spoor gezet. Jullie. Ja, je moet niet vergeten. Ach, laat maar. Waar het om gaat is dat zo'n geval bestaat. Zo. Beloofde uitzicht. Dat meisje. Ja, dat kind. Dat individu. Misschien wel een van de beste van ons volk. Juist omdat ze een individu kon en wilde zijn. Terwijl je daardoor ons systeem nauwelijks de kans krijgt. Jij herkent jezelf in haar. Zij ging in een kunsthandel. Wilde zo proberen zichzelf te blijven. Maar geen kans. Niemand zal haar helpen, want verslaving bestaat bij ons officieel niet. Dat is toch te gek? En wat niet bestaat, kan niet geholpen worden. Maar dat accepteer ik niet. Ik wil mijn vrijheid en haar vrijheid. Begrijp je dat? Oh, rustig. Neem me niet kwalijk, maar zo ligt de zaak nou eenmaal. En het klooster gaat meewerken. Dit toevluchtsoord voor zwervers en verschoppelingen. We proberen er weer wat van te maken van het leven. Jij bent een idealist, Radu. De kerk, de staat, dat zijn instituten, kolossen. Daar kan je niet tegenop. En wie begon er over een meisje Petrina? Dat is een toevallige ontmoeting. Ze boeit me, ik wil haar helpen. Ik help verslaafden hier in het klooster. Tenminste, ik probeer ze te helpen. Zuster Theresia krijgt medicijnen van mij. Ze heeft er ook een icoon voor over. Dat vindt zij een eerlijke ruil. En de profiteur kent ze nog niet. Profiteur is toch wel wat sterk gezegd, hoor. Het kost me handen met geld om aan die medicijnen te komen. Maar die iconenhandel van jou levert toch heel wat op? Vertel mij wat. Ik lees toch de brieven van Roxandra over jullie leven. Een tweede huis aan de plas, een zeilboot, twee auto's. Je vergeet het risico dat ik loop. Grenscontroles, het kan fout gaan. Ik heb niet voor niets mijn auto laten ombouwen. Goed dan, ik wil je niet beledigen. Wij willen hier dus mensen helpen. Verslaafden, zoals Petrina. Maar haar krijg ik hier niet naartoe. Ze had een vriendin, ook het Apollo. Die was te ver heen. Ze ging nog mee naar het klooster, maar... Het is ons niet gelukt. Maria, 21 jaar. Maria was een verslaafde. Zij stond buitenspel in onze maatschappij. En ik heb haar hier naartoe gebracht. Maar ze is toch gestorven? Je weet niet wat een verslaafde is. We hebben alles geprobeerd. Ik was pas in het beginstadium van mijn behandeling. Ach, ik verwijt je niks. Trouwens, wie ben ik? Het verhaal is nog niet uit. Zij kreeg geen morfine meer voor de ontwenningskuur. We hadden niets meer in huis. Ze pleegde zelfmoord. En dat bleef onbekend? Jongen... Dit is een klooster, een gemeenschap. Wat niet naar buiten mag komen, komt niet naar buiten. Iedereen kan hier naar binnen wandelen. Er wordt zelfs handel gedreven. Dat is de buitenkant van de cirkel. Maar daarbinnen is alles veilig. Een groot onzichtbaar slot sluit de toegang af. Daar kom jij niet in, daar word ik maar ten dele toegelaten. En ze ligt hier begraven tussen de zusters. Dat is juist zo geweldig. Daarom houd ik van deze vrouwen. Het meisje werd 's nachts begraven. Niet in ongewijde, maar in gewijde aarde. Tussen de andere zusters. Tja. Je weet het, vergeet het. Ik zou de tijd moeten hebben om jouw verhaal te verwerken. Ik denk alleen maar, zegt de veerman. Hij heeft misschien gelijk. Maar ik heb geen tijd om te denken. Morgen moet ik weer naar huis. Er komt sneeuw tenminste als de veerman gelijk heeft. We kunnen die iconen gaan halen. Dat was de afspraak die ik met zuster Theresia had. Ze zou ze vanmiddag in karton pakken en jij zou ze morgenochtend afhalen. Ze weet dus wie ik ben? Een man zou ze ophalen. De achterste bank van de kapel zouden ze liggen. Wacht hier, ik haal ze nu en geef ze aan jou. Dan ga jij met de boot weg en ik kom later. En het toneelstuk vanavond? Wil je dat nog zien? Ja, waarom niet? Vanavond reis ik echt niet terug, hoor. In het donker in de Karpaten. Maar voordat je daar bent is het alweer licht geworden. Nee, ik rij niet graag s'avonds door een vreemd land. Zoals je wilt. Ik ga hem uithalen. Ja, wacht even. Wat is er? Ach, niks. Of, weet je dat Radu Rogier betekent? Zo heet ons zoontje. Zo? Die kamer is dus naar mij vernoemd. Precies. Ik wist niet dat ik zo dicht bij jullie stond. Roxandra heeft het vaak over jou. Ze zou willen dat je trouwde. Een lieve, zorgzame zusje. Altijd zo geweest. Moet ik volgens jou ook trouwen? Ach, dat weet ik niet. Ik heb een gezin, ik leef in een vrij land, maar...
Ja, nou denk ik dat jij vrijer leeft. Ik bedoel, meer betrokken bij het leven. Misschien. Jij ontdekte een klooster. Ik niet. Ik doe wat ik denk dat goed is. Niet meer. Maar toch... Vrijheid in gebondenheid. Zo zou je het kunnen noemen. Nou, dan ga ik maar. Ik ben zo... Ja, wacht eens even. Wie is toch Petru Popescu? Jij springt ook van de hak op de tak. Popescu is een collega van mij. Ken je hem goed? Ja, dat is te zeggen, hij belt mij op, elke maand, of er nieuws is. Dat is alles? In Boekarest wonen 100 artsen. Maar hoeveel Popescu's zijn er die arts zijn? Er staan er geloof ik 3 in het artsenboekje. Je hebt hem dus nooit ontmoet? Dat hoeft niet, zo gaat het goed. Of heb je klachten? Nee, daar gaat het niet om. Ik dacht dat jullie elkaar wel eens ontmoeten. In Boekarest wonen 100 artsen, heb ik jou gezegd. Je moet nooit een gevaren driehoek maken. Popescu, jij en ik. Zo is het beter. Radu. Ja? Wie speelt de rol van Stanley? Peter Doynas, een beroemde acteur. Een acteur, ja. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ik hem ken. Komt vaak op de televisie. Daar kijk ik hier niet naar. Wat vond je ervan? Aardig. Beetje aangedikt, hè? Hoe noem je dat? Theatraal. Dat is de stijl van het spelen hier. Kom, we gaan naar de artiest ingaan. Waar is hij? Aan de zijkant. Ja, hier links, denk ik. Maar waarom eigenlijk? Ik wil die Petru Doynas mijn complimenten maken. Dat meen je niet. Natuurlijk niet. Ik wil hem zien. Wacht. Er loopt iemand voor de artiest ingang. Druk je tegen de muur. Waarom? Als ik het niet dacht. Heb je geld? Ja. Hoeveel? 800. Het is de moeite. Je moet me helpen. Je moet me helpen. Rustig. Rustig. Gelijk oversteken. Hier. Wacht. Ik ken dat meisje. Petrina. Precies. Zou ze ons herkend hebben? Lijkt me moeilijk in het donker. En dat hoesten van mij, ik hoest bijna nooit. Wat moest Petrina hier? Begrijp jij het nog niet? Ja, wat moet ik begrijpen? Petrina gaf geld aan die acteur en ze kreeg wat terug. Wat kreeg ze terug? Ja, nou, je zou het kunnen raden. Morfine. En een briefje. Hij schreef iets op. Natuurlijk. Maar wie was hij? Peter Doynas. Oftewel Petru Popescu. Dat kan niet. Waarom niet? Ik herkende die stem op het toneel. Zijn gestalte klopt met die van Popescu. En deze transactie is het laatste bewijs. Bewijs, bewijs, bewijs. Kom nou. Ken jij Popescu soms? Nou, kom. Nou, wat gaan drinken. We verstenen hier. Je lijkt wel een detective. Maar goed. In dat restaurant bij het hotel is het lekker warm. Wat ga je nu doen? Gewoon verder. Wat? Wil jij beweren dat je gewoon verder kunt gaan? Ja, waarom niet? Feitelijk is er voor mij niets veranderd. Behalve dan dat jouw collega Popescu geen dokter blijkt te zijn, maar een ordinaire handelaar die bovendien jouw kloosterpatiënten kweekt. Maar die moeten dan ook geholpen worden. Ik geloof werkelijk dat jij nog steeds niet begrijpt wat er aan de hand is. Ik dacht van wel. Ik voer spullen in en ruil het. Een gedeelte gaat naar een zich dokter noemende handelaar die patiënten kweekt. Een ander gedeelte naar een dokter die dezelfde patiënten wil genezen. Ja, dat wil ik. En als jij werkelijk mee wilt helpen, dan heb ik wel een oplossing. Je levert voortaan alleen nog maar aan mij. En Popescu? Die kan opvliegen. Je raakt dan wel een deel van je verdiensten kwijt. En ik loop het gevaar dat die Popescu mij op de een of andere manier gaat dwarszitten, mij aangeven bijvoorbeeld. Maar dat risico wil ik nemen. Jij vergeet dat ik voor elke reis een week onbetaald verlof moet nemen. En dat kost ook veel geld. Goed. Ik kan wel met wat minder luxe leven. Trouwens, die luxe voor mij stelt heus niet zoveel voor.
Maar ik moet er niet te veel op achteruit gaan. Wat klets je nou, kapitalist? Aan de ene kant zit je vol met morele, voor mijn part ethische bezwaren. Maar wanneer je wat aan doen kan, dan denk je weer aan geld. Ik zou er ook mee kunnen ophouden. Maar als ik kom, dan wil ik niet voor niks komen. Ik moet er een week... Verlof voor opnemen, zo het al geen vakantieweek van je is. Tramlijn begeert, dat begeert aan geld. Hé, hey, daar heb je Petrina. Ze komt naar ons tafeltje. Dit rieten inboende. Dag, Petrina. Kom daarbij zitten. Heb je het koud? Daar ben ik aan gewend. Dag, dokter. Ja. Ik wist niet dat jullie elkaar kenden. Ja, de dokter en ik... We hebben elkaar ontmoet, dat gaat zo. Dokter, ik heb weinig tijd. Kan ik je helpen? Nee. Ja, het gaat niet om mij, maar om u. Om mij? Ja, om u. Dat begrijp ik niet. Wat wil je drinken? Vanavond was u met iemand anders. Ik dacht meneer hier bij het theater. Dat klopt, ja. We hoorden iemand hoest. En? Peter schreef op het doosje, dit is de laatste keer. Ik heb je nooit ontmoet. Hij is bang geworden. En een bange haas maakt vreemde sprongen. Misschien geeft hij ons wel aan. Meneer Wendt? Hè? Drie bier, Robber. Drie bier. Probleem. Ik hoef niks. Dan drink ik het wel op. En houd jij je een beetje kalm. Hoe kun je nou kalm blijven als je denkt wat ik denk? Ik ben echt niet gek. Ik dacht, dokter, u weet iets van die Peter. Ik herken u daar tegen die muur. U helpt mensen. En Peter ook, op zijn manier. Ik ga je toch geen helpen noemen. Ik moest u waarschuwen. Ik heb in de hal van het theater achter het bilaar gewacht en ben u daarna gevolgd. Eerst durfde ik niet naar binnen, maar ik moest u over Peter vertellen. Al weet ik niet precies waarom. Je hebt er goed aan gedaan, Petrina. Heb je het spul bij je? Ja. Probeer er van af te blijven vannacht. Of gebruik niet te veel. En kom morgen naar het klooster. Dat kan ik niet, dokter. Dat kan ik niet. Dan moet je het van me afpakken. Ja, pak het en gooi het weg. Doe de wc van mij, Bart. Drie weer. Twee. Laat me weg. Dank u, over. Dat haal ik maar net, denk ik. Sneeuwketting had ik om moeten laten liggen. Over 3 dagen gaat het sneeuwen. Ja, man, je had gelijk. En dan sneeuwen de Karpaten dicht. Komen de beren uit de bergen naar beneden. Zolang ik in de auto blijf, kan er niks gebeuren. Als er nog een beetje mee zit, ben ik binnen 2 dagen thuis. Fijn bij moeder, de vrouw en Rogier. Rogier. Radu. En benieuwd dat u er nog last mee krijgt. Zo niet, ja, dan probeer ik het toch nog eens een keer. Ze heeft altijd meegenomen. Kleuren, televisie, zomerhuisje. Die 800 lijf was ik mooi kwijt. Achttientjes. Toch een mooie meid, die Petrina. Zo, Søren. Dag, dokter. Hoe lang duurt het toch voordat het meer is dicht geworden, Søren? Nou, dit jaar niet meer, dokter. In januari wel. Het is anders flink koud. Dokter is lang niet geweest. 2 maanden niet. Hm. 9 weken, dokter. Ja, je hebt gelijk, Søren. Ziek geweest? Huh? Nee, sorry. Een dokter vond het beter een poosje weg te blijven. Het is nog een geluk dat er geen non-ernstig ziek is geworden. Huh? Andere dokter zie je hier niet. Nou, als het echt nodig is, zal er heus wel een dokter gehaald worden. Maar het was niet nodig, dokter. Die nieuwe zuster houdt zich uitstekend. Heel wat anders dan die Maria. Wat? Wist jij het van Maria? Ik weet alles. Ik ben van het klooster, dokter. En die nieuwe? Petrina. Ja. Ja, ze heet voorlopig ook Maria. Die haalt het wel, dokter. En dan gaat ze weer terug. Voor goed gezond, bidden de zusters. Sorry, je bent geweldig. Ik ben een veerman, dokter. Maar een veerman die denkt. Dit was Sneeuw in de Karpaten, een hoorspel op Roemeense geluidslocatie, geschreven door Wim Hazeu. De rol van Marcus werd gespeeld door Hans Karsenbar,
Radu Lupan en arts Wim de Haas. Petrina Marielle Violet. De vierman Bert van der Linden. Zuster Theresia Willy Bril. Petro Popescu Jan van Rooyen. Een ober Joris Bonza. Technische verzorging Teun Lammes en Hans van Dijk. Regie Johan Wolder.